bij een nieuwe aflevering van Kennisgeving. Het programma waarin we ingaan op actualiteiten. En dat doen we vandaag ook weer met een studiogast. We praten over de wet die op 21 maart 2020 is aangenomen in het Surinaams parlement. En wel om 5 uur in de ochtend. We hebben op bezoek Amzat Abdul van de NDP-fractie. Welkom meneer Amzat. Dank u wel. We praten vandaag over die wet die u tot 5 uur in de ochtend in het parlement heeft gehouden. En dat is dus die wet controle valuta verkeer en transactiekantoren. Kunt u ons vertellen, voordat we naar deze wet gaan, voordat we daarop inzoomen, wat is de procedure van de behandeling bij wetten? De procedure bij de behandeling van wetten, tenminste initiatiefwetten, want deze wet is een initiatiefwet geweest, is dat er een initiatiefwet wordt ingediend. En nadat zo'n initiatiefwet is ingediend, wordt door het parlement een commissie van rapporteurs benoemd. De commissie van rapporteurs zorgt ervoor dat de wet, dat het ontwerp voorbereid wordt voor de plenaire behandeling. Bij de voorbereiding schrijven ze verschillende actoren, verschillende belanghebbenden. En nodigen ze ook belangrijke actoren, belangrijke belanghebbenden uit om gehoord te worden in het parlement. Ja. Na al die sessies, we weten, er komen wijzigingsvoorstellen, er worden zaken voorgedragen, je krijgt extra informatie, wordt het besluit genomen om ten eerste, wanneer het gaat om een zeer uitgebreide wet, om die in een openbare commissievergadering te behandelen. Maar het parlement kan ook het besluit nemen, wanneer het gaat om een wet met een paar artikelen, om dat gewoon naar plenair te doen. Dan wordt het besluit genomen of we naar openbare commissievergadering gaan of naar plenair gaan. Indien het besluit is genomen om naar de plenaire vergadering te gaan, dan wordt de ontwerpwet in de plenaire vergadering behandeld. En dan wordt al de informatie die we hebben gehad, we discussiëren, we debatteren erover en uiteindelijk komen er wijzigingsvoorstellen als die nodig zijn. De laatste jaren heb ik gemerkt, niet de laatste jaren, hoor, sinds ik daar ben, heb ik gemerkt dat er altijd wijzigingsvoorstellen zijn. Die worden dan erin verwerkt. Er wordt een amendement ingediend, maar er kan ook een nota van wijziging worden ingediend. En op basis daarvan krijg je een finale ontwerp waarvoor er gestemd wordt. Goed. En als die wet is goedgekeurd, dan wordt die bekrachtigd door de president? Ja, als de wet is goedgekeurd, wordt de wet gestuurd naar de president. Als de president akkoord gaat, zet hij zijn handtekening eronder. Dat wil zeggen dat hij de wet heeft bekrachtigd. En de wet wordt daarna gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, die het publiceert. En na publicatie treedt de wet in werking. Per direct? Per direct. Oké, geweldig. Dank u wel voor die uitleg. Wat maakt deze wet zo belangrijk? Ja, deze wet is een heel belangrijke wet, omdat er toch nog een beetje ingrijpend is. We hebben de wet voorbereid omdat we een bepaalde gedachtegang hadden en omdat zich een bepaalde ontwikkeling voordeed in Suriname, in dit land. Ik kom van Sofia's Lust. Sofia is een volksbuurt. Ja. En ik weet wat de ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen weken. Ik weet hoe mensen pinaren. Ik weet hoe zij eigenlijk hosselen om te surviven. Ik weet wat het voor hun betekent wanneer ze naar de winkel gaan en ze zien de prijzen zijn met 100%, met 120%, met 200% verhoogd zonder dat de reden daartoe waren. Ik weet ook dat het geen in enkel land zo kan zijn dat de wisselkoers binnen 1, 2 dagen gewoon kan stijgen van 8 naar 9, naar 10, naar 11, naar 12, naar 13, naar 14, naar 15, 16 en zelfs 17 SRD. Toch een verdubbeling in meer dan een verdubbeling, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is gewoonweg onkan. Je ziet hoe mensen misbruik hebben gemaakt van de situatie die was ontstaan. Zowel de mensen die enige invloed konden uitoefenen op de wisselkoers, als de mensen die goederen en diensten kochten en die aanleverden, als de mensen die winkels hebben van waaruit zij hun goederen en diensten verkochten, als zij die koop- en verkoopovereenkomsten hebben gesloten met mensen, met het volk waarbij zij in contanten moeten betalen. Dus er is behoorlijk wat gebruik gemaakt van de situatie en dat ten koste van het volk, want het volk heeft het galg moeten betalen. En toen we dat zagen, hebben we aangegeven van jongens, we gaan de situatie aanpakken. En op basis daarvan hebben we een initiatiefwet ingediend. Meneer Amzat, maar toch horen we heel veel geluiden alsof
de coalitie hier gewoon munt uit wil slaan en dit de juiste timing is geweest daarvoor? Dit is absoluut niet zo. Ik ga u meegeven dat alle parlementariërs hebben het recht om initiatiefvoorstellen in te dienen. Ze hebben het recht om te interpelleren. Mm-hmm. We hebben zelfs een paar keren meegeholpen, eigenlijk bijna altijd meegeholpen. Mm-hmm. Ook met de interpellatievoorstellen van de oppositie. De oppositie heeft deze vraagstukken ook zoveel keren aangekaart en zelfs gevraagd van waarom wordt er niet opgetreden? Yeah. Toch? Waarom wordt er niet opgetreden in zo'n situatie? Wij, de initiatiefnemers, hebben gemeend om op te treden tegen deze situatie. En in samenspraak met anderen zijn we opgetreden. En we hebben de voortouw genomen om een halt te brengen binnen de negatieve ontwikkeling, aan de negatieve ontwikkeling binnen de samenleving die er nu gaande was. En we hebben gemeend om op te treden middels een initiatiefwet. Omdat we ervan overtuigd waren van wanneer we dit doen, dat het toch nog verlichting zal brengen, dat het toch nog verbetering zal brengen. En dat het volk die verbetering best wel zal voelen. De wet geldt niet alleen voor degenen die voor de NDP gaan stemmen. Mm-hmm. De wet geldt voor ieder gaat van de wet profiteren. Ja. Toch? De wet is nog niet eens gepubliceerd. Het was nog niet eens bekrachtigd door de president. Of je zag dat de wisselkoers gewoon gedropt was van 17 SRD voor de US dollar naar bijna 10 SRD van de US dollar. Vandaag is het bijna overal al 7,50 voor de US dollar. Dus dat brengt enige verlichting. Je ziet dat het toch nog werkt. En je ziet dat het de eerste stap die we hadden, ons doel die we hadden, voor ogen die we hadden, dat er datgene wel gerealiseerd wordt. Ja. Dat het wel tot uiting komt. Even, die wet is eigenlijk nog niet ingegaan en die daling is al zo opmerkelijk. Is dat te verklaren? Dus om u eerlijk te zeggen, ik weet ook niet hoe dat te verklaren is, maar ga u zeggen van wanneer de koers binnen een dag of twee of drie gewoon kan verdubbelen en je ziet dat er maatregelen komen en de juiste maatregelen komen, dan gaat de koers met dezelfde snelheid weer naar beneden. Natuurlijk is er bij wet nu gesteld dat voor de eerste keer de wisselkoers komt of wordt vastgesteld op datgene wat de centrale bankkoers is en op dit moment is dat 7,50 en iedereen moet zich aan de wet houden, dus men heeft dat laten dalen. Maar voordat de wet zelfs was bekrachtigd door de president, zagen we dat mensen ervan uitgingen van dat de wet misschien niet bekrachtigd wordt, niet gepubliceerd wordt. Dus ondanks dat is de koers gedaald naar de juiste proporties waar het eigenlijk zou moeten zijn. En wat we eigenlijk beogen met die bepaling is niet dat we de wisselkoers willen bepalen. Wij kunnen de wisselkoers niet bepalen. De wisselkoers wordt bepaald door de Centrale Bank van Suriname. Zij bepalen de wisselkoers op basis van de macro-economische indicatoren. Toch? Ja. Van dit is zo groot. En op basis daarvan wordt de wisselkoers bepaald. Wat wij hebben beoogd is het speculatiemotief eruit halen. Mensen zijn gaan speculeren. Mensen waren uit op winstbejag. Mensen zijn gaan wisselen om weer te gaan wisselen. Nee. Weet u, dus mensen hebben een situatie gecreëerd dat niet te volhouden was. En zeker niet door het volk. En mensen hebben het heel moeilijk gemaakt voor het volk. En dan moet je optreden. Je moet dan optreden. Je kan het niet zo laten. Ja. Toch? Je kan niet laten dat een kleine groepje kapitaalkrachtigen het leven moeilijk maken en ondraaglijk maken voor het volk. En dan zitten wij in het parlement als volksvertegenwoordigers en dan treden wij niet op. Ja. Ik kan dat niet toelaten. Ik vond het mijn plicht om op te treden samen met de anderen. Ik heb de ondersteuning gehad van mijn fractie. Ik heb de ondersteuning gehad van de regering en ik heb opgetreden, ja. Mm-hmm. Nu is eigenlijk die wet aangenomen en er zijn heel wat groeperingen in die samenleving opgestaan en uiteindelijk zelfs aan de president gevraagd om deze wet even aan te houden. Hoe kijkt u naar de kritiek, zo inhoudelijk vooral? Ja, heel nuchter hoor. Kijk, we zijn allemaal mensen. En het is heel vaak gekomen dat het parlement een bepaalde wet heeft goedgekeurd en daarna weer die wet heeft gewijzigd omdat er een bepaalde fout daarin was. Om met een voorbeeld te komen, de wet verdovende middelen. Daar in die wet hadden we gewoon, in de eerste wet hadden we gewoon een THC-gehalte opgenomen van 1,5%. Ja.
Naderhand bleek dat dat verkeerd was. Het moest 0,3% zijn. We hebben dat gewoon gewijzigd naar 0,3%. Wanneer actoren belanghebbenden in de samenleving vinden dat hun belangen geschaad worden, dat het niet gaat werken, dan moeten ze concreet aangeven waarom het niet gaat werken. Zeg ons als parlement van, en de regering van, dit gaat niet werken, omdat artikel 1 niet werkt, artikel 2 werkt niet, of artikel 1 lid 1 werkt niet, of artikel 2 lid 3 werkt niet, of artikel 3 lid 2 werkt niet, dan weten we waarom de wet niet gaat werken of niet adequaat gaat werken. Dat is 1, daar ben je concreet bezig. Ja. 2, ze moeten me ook kunnen, tenminste het parlement, ook kunnen vertellen van welk belang er geschaad wordt. Wat is jouw belang bij de wet die geschaad wordt? Toch? Was je een valutahandelaar en je was bezig de valuta te verkopen voor 17 SRD, maar nu kan je dat niet. En met die 17 SRD maakte je veel meer winst, toch? Maar nu mag je dat niet. Nu mag je hem gewoon opkopen tot 57 en je moet hem met een winstmarge, je blijft winst maken hoor, verkopen aan de centrale bank. Maar daar wordt een stukje belang van je geschaad. Hoe groot was die belang? Was dat belang in geld uitgedrukt? Om mijn money, ik ben met je extra. Wat is het belang van de banken die geschaad worden? Ja. Toch? Zij zeiden toch altijd, we moeten naar Giraal gaan, zoveel mogelijk als Giraal gaan. Als deze manier niet correct is, zeg me welke manier wel correct is. En zeg me hoe groot je belang is dat geschaad wordt. Want een oppositielid, en ik kan het aangeven, u kunt naar de handelingen teruggaan van de vergadering van de VHP, fractie, heeft in de vergadering, tijdens de vergadering aangegeven, VHP, voorzitter, de banken bellen me om te zeggen, van wie absomen valuta wil je het tegen zo'n wisselkoers. Dat is de situatie. Maar het kan eigenlijk niet. Dat zijn bijna woorden van gelijke strekking. Bijna zijn woorden. Ja. Dat heeft hij geuit. Dus de bank moet me komen zeggen welk belang de bank heeft wanneer deze wet, welk belang van de banken geschaad wordt of wat hun, wat is dat ze aan nadelen hebben aan deze wet. En dat moeten ze uitwerken. Ze moeten me zeggen van, jullie hebben verboden om bijvoorbeeld die transactiekosten per US dollar stop te zetten. En ik leid daar zoveel schade, daar moeten jullie anders naar gaan kijken. Jullie hebben verboden, leg me uit wat uw probleem is. En leg me uit wat uw belang is, hoe groot uw belang is en welk artikel van welk, welk lid van welk artikel veranderd moet worden en welke wijziging u tegemoet ziet. Dat is mijn concrete voorstel. Doe dat. We zijn niet hard horen. We weten dat er dingen opgenomen zijn in de wet die misschien een beetje hard overkomen, maar zeg me dat concreet. En dan kan ik daarop inspelen met dezelfde voortvarendheid waarmee we de wet hebben aangenomen. If Ushi dat Asane go, hoe kan wijzig al wet altijd na de publicatie? Altijd. Maar verhaaltjes voorhouden dat het in het verleden niet heeft gewerkt. In het verleden betaalde ook niemand Giraal. Ja. Toch? Nu is Giraal alles toegestaan. In het verleden had je ook een situaties waarbij niemand deviezen mocht hebben. Je mocht niet eens een deviezenrekening hebben in dit land. Ja. In dit land. Dat alles hebben we vrijgegeven. Ja. Maar nu is het terug dat de zaken wel geordend worden. Ook in het kader van money laundering. Okay. Ook in dat kader. Dus eigenlijk hoor ik u zeggen, wanneer die kritiek onderbouwd wordt, dat die dus wel meegenomen wordt. Ja, we hebben open oor daarvoor. Ik heb tot nu toe, heeft u tot nu toe, en ik denk dat u de berichten ook gevolgd, heeft u tot nu toe gelezen dat een actor is uitgekomen en heeft gezegd van artikel dit en dit, daartegen heb ik bezwaar, artikel dit en dit, daartegen hebben we bezwaar. Heeft u dat gehoord? Tot nu toe ontbreken. Niet, toch? Okay. Goed, maar wat de vraag die ook in mij opkomt is, in hoeverre is er bij de voorbereiding, zijn de actoren betrokken geweest? Kun je ons vertellen, hoe is de voorbereiding geweest naar de wet? Ja. Er zijn een aantal actoren die schriftelijk zijn gehoord en een aantal actoren hebben we uitgenodigd om te horen. De vereniging van cambiohouders hebben we uitgenodigd, die was daar. VSB hebben we uitgenodigd, die heeft een afvaardiging gestuurd. We hadden de centrale bank uitgenodigd, die was niet gekomen, maar heeft een schriftelijke reactie gestuurd. Zo zijn er verschillende actoren gehoord, ook maatschappelijke organisaties worden gehoord. En nu bestaat de mogelijkheid ook dat mensen kunnen reageren op ontwerpwetten van ze willen dit, ze willen dit, ze willen dit. Het volk kan reageren, dus het volk wordt ook gehoord. En dat alles is meegenomen. Ik vind het wel jammer dat we twee keren de Vereniging van Bankiers hebben uitgenodigd. Ze zijn niet gekomen, hoe zal
waarschijnlijk omdat ze vonden dat het niet gaat om hun belangen. Op de laatste dag hebben ze een schrijven gestuurd voor ons van wat hun bevindingen zijn ten aanzien van de wet. Maar nogmaals, het gaat niet om de artikelen die altijd besproken worden, maar ook de gedachtegang die besproken wordt. En daarom zeggen we, we hebben tot nu toe ook een open oor, maar we hebben alle actoren die we konden horen, aanhoren, de commissie van rapporteurs samen met de initiatiefnemers, hebben we gehoord en hebben we ook daarop ingespeeld. Weet u dat er ook aangegeven is dat ondernemers tijdens de hoorsessies, dat ondernemers in dit land niet meer gaan kunnen ondernemen, omdat de koers ondraaglijk wordt, het produceren komt in gevaar, we kunnen niet werken met een koers van 14, 15 en 16 SRD. Meneer Abdul, wanneer u vandaag valuta gaat zoeken, is het 13 SRD, over 2 dagen is het weer 14 SRD. Soms is het na een uurtje al veranderd in 14, 15. En dat is een heel ongezonde situatie die gecreëerd is. Hoe nemen we dat alles toch mee? Ja. Toch? Dan moet je toch een halt roepen aan die situatie die was ontstaan. Dus daarom, op basis van die feedback, hebben we maatregelen getroffen. Er is een actor die aangaf van meneer Abdul, als u de koers naar beneden wil halen, dan moet u gewoon de valutastortingen van de grote bedrijven, contante valutastortingen van de grote bedrijven, bij de banken stopzetten, want ze doen dat zonder verklaring van de herkomst. Hoe gezond is dat voor ons valutaverkeer? Ja. Weet u in hoeveel problemen dat ons brengt internationaal? Okay. Toch? Je kunt dat gewoon relateren aan bijvoorbeeld het in beslag nemen van die 19,5 miljoen euro. Ja. Hoor ik u zeggen dat deze wet ook een ondersteuning is om ons ready te maken voor het NRA? Ja, absoluut. Deze wet brengt een behoorlijke transparantie binnen de valutatransacties. En het bepaalt ook van wat de herkomst is van de valuta, waar het naartoe gaat en hoe de stroom eruit ziet. Omdat alles bijna giraal plaatsvindt en digitaal plaatsvindt. En dat is wel te traceren. Dat is wel allemaal op te sommen. En je weet wat er allemaal gebeurt. Dus het gaat ons behoorlijk helpen binnen het National Risk Assessment, waarmee we nu bezig zijn. Het gaat ook taferelen als bijvoorbeeld wat er gebeurd is recent in Nederland voorkomen. Okay. En daar moet je ook eigenlijk zien, deze wet kan je ook eigenlijk in dat kader plaatsen. Okay. Goed, concreet, inhoudelijk van die wet. Wat regelt deze wet? Deze wet regelt heel veel. Het regelt ten eerste dat de centrale bank de koers publiceert, zoals de koers moet zijn. En iedereen is verplicht om met die koers te werken. Zou dat dagelijks zijn? Het kan dagelijks zijn, maar wanneer het werkt, wanneer het wijzigt, dan moet de centrale bank dat publiceren. Okay. Maar dagelijkse publicatie zou zeer onhandig zijn. Ik denk dat ze op kwartaalbasis kunnen doen. Maar zolang er geen reden is tot wijziging, dan blijft het zo. Okay. En dat geeft ook perspectief op lange termijn. Dan kan je ook beter plannen, je kan je leven beter plannen, beter ordenen. De situatie was zo erg dat je een centrale bankkoers had. Je had een koers van de algemene banken, omdat zij de transactiekosten per eenheid dollar gingen hanteren, die ook van bank tot bank verschilden, waardoor je toch nog op een andere koers kwam. Ja. Er waren richtkoersen die men ging hanteren. Er waren koersen van cambio's die men ging hanteren. Koersen van verschillende bedrijven die bedrijven gingen hanteren. Koersen van, noem maar op, hoe gezond is dat voor de ontwikkeling van een land? Is absoluut ongezond. Het is een situatie waarmee je nooit het land en de economie gaat kunnen ontwikkelen. En ook heel ongezond voor de ondernemers, heel ongezond voor producenten, heel ongezond vooral voor het volk. 10 winkeliers hanteren 10 wisselkoersen om de prijs van hun producten te bepalen. En dat is heel zorgelijk en dat is eigenlijk absurd. Dat is absurd, dat is vreselijk dat men dat deed. En nu moet er alleen 1 koers worden gehanteerd en ieder is verplicht om te werken met die koers, zodat alles goed gepland wordt, beter gepland wordt. En ik denk dat we allemaal daarmee eens moeten zijn dat er maar 1 koers moet zijn in dit land die geldt voor ieder. Ja. Wat zijn de andere dingen die deze wet regelt? Oké, de andere zaken die deze wet regelt is dat bijvoorbeeld geen enkele transacties in vreemde valuta, contante transacties, in vreemde valuta gedaan mag worden. Bijvoorbeeld, ik heb een auto gekocht. Dat is een beetje, ik kom daarop, maar eerst bijvoorbeeld, je gaat naar een winkel en je betaalt om een product te kopen. Je betaalt in US dollar of je betaalt in euro. Dat mag niet. Okay. De prijzen van de goederen mogen niet meer in vreemde valuta worden aangeduid. Iedereen is verplicht om de prijzen van hun producten in SRD uit te drukken. Niemand heeft vrijstelling daarvan.
Niemand. Niet de cashcenters, niet de fastfoodbedrijven. Geen enkel bedrijf heeft daarvan, of persoon heeft daarvan, vrijstelling. Iedereen is verplicht om het in SRD te publiceren en kenbaar te maken. Het is ook verboden om het te adverteren. En voor de adverteerders. Dus geen enkel krant of wie dan ook mag een advertentie publiceren waarin de prijzen van jouw product in US dollars of euro's zijn. Dat mag ook niet. Ze moeten gewoon alles in SRD omzetten. Dus, en valutatransacties verder, bijvoorbeeld wanneer we een koop- en verkoopcontract hadden en je betaalt me elke maand in US dollar of in euro, dat mag ook niet meer. Het moet omgezet worden in SRD, je gaat me in SRD moeten betalen. Dat wil zeggen, als ik zou werken voor iemand en ik dus een vreemde valuta zou ontvangen, verandert dat? Nee, dat is een andere situatie. Oh, oké. Nee, dus ik wil dat even goed begrijpen. Dus we hebben het nu over de transacties. Oh, als bijvoorbeeld we een huurcontract hebben en u betaalde me in valuta dollar, dan gaat u dat nu ook niet meer doen. U gaat me gewoon in SRD betalen. Bijvoorbeeld verhuren van een huis? Ja. Okay. En die overeenkomsten moeten dan allemaal binnen een maand in SRD overeenkomsten worden omgezet. Omdat de transacties vreemde valuta is verboden. Okay. Waarom hebben we dat gedaan? Mm-hmm. We hebben dat gedaan omdat iedereen die bijvoorbeeld voor een auto ging aflossen in contanten, huishuur zou moeten betalen en andere spullen zou willen kopen die hij of zij goed vindt, leuk vindt. Ja. Aan het eind van elke maand 10 cambio's in en uit moest rijden, alleen om aan die $200 te komen. Dan heeft cambio A maar $50 voor je, dan heeft cambio B geen dollars of euro's voor je, dan moet je hier gaan, dan moet je daar gaan, totdat je een bepaalde koers bereid was te betalen en dan had men wel de gelden. Of je moet het in het zwart gaan wisselen bij iemand die het wel had. We willen een eind maken aan die situatie. Toch? Dus daarom hebben we dat gewoon verboden. Dat is verboden. Dat mag het niet. En dat maakt dat er een enorme druk wordt weggehaald van de wisselkoers. En de wisselkoers kan dan zich weer een beetje gaan stabiliseren. En mensen hebben flink munt geslagen uit de situatie. Als ik u zeg dat bijvoorbeeld een bedrijf, en dit is ook een voorbeeld dat besproken is, een vraagplaats bij een cambio. Dan waren de lijnen zo goed geregeld dat de cambiohouder, en misschien heeft de cambiohouder dat bedrag op dat moment niet, maar en het bedrijf plaatst bij andere 5 of 6 of 7 cambiohouders de vraag naar valuta, dat ze allemaal op zoek gaan naar de valuta. Uiteindelijk blijkt het zo dat bijvoorbeeld als ik als bedrijf 1 miljoen nodig heb, maar ik heb de vraag geplaatst bij 10 bedrijven, 10 cambio's, dan lijkt het alsof de vraag op de markt eentje is van 10 miljoen US, omdat alle 10 cambio's op zoek gaan naar de vreemde valuta. En dat maakte dat de koers ook verder steeg. Dus we hebben gezegd van, jaren, jullie mogen aan niemand meer verkopen aan de cambiohouders. Jullie gaan rechtstreeks aan de bank verkopen en de bedrijven mogen bij de algemene bank of bij de bank hun valuta gaan kopen. Want dezelfde hoeveelheid die jij nu levert, dezelfde hoeveelheid ga jij nu leveren bij de bank, toch? En de bedrijven gaan dan voorzien worden vanuit de bank, vanuit de algemene banken gaan zij dan voorzien worden. En dat is veel beter tegen een koers dat voor ieder geldt. En dat gaat maken dat je dan geen prijsfluctuaties krijgt, je krijgt geen prijsopdrijvingen, je krijgt ook een makkelijke prijscontrole daarop. Dat hebben we ook geregeld in de wet. Wat we verder in de wet hebben geregeld, er zijn toch nog wat dingen hoor die in de wet zijn geregeld, is dat bedrijven geen valuta mogen storten bij de algemene banken zonder verklaring van herkomst. En dat was eigenlijk ook zo geregeld bij de money laundering wet, hoor. Ja. Maar men hield zich niet daaraan. Maar nu hebben we het expliciet hierin opgenomen. Ze moeten aangeven van waar ze dat geld hebben. Toch? Als de cambio's niet mogen verkopen, dan moeten we maar wel kunnen zeggen van waar u dat geld heeft. Heeft u valt bij kapitaalkrachtige A, B of C of bij, bij de onderwereld, om het zo te zeggen, informeel dat geld gekocht. Dan moeten we kunnen zeggen van waar u dat geld heeft. Toch? Want dat kunnen we ook niet toelaten. Dus de herkomst moet verklaard worden. Mag ik even ertussen? Zaterdag stond ik op met een post op social media. En eigenlijk was het heel verontrustende.
met woorden van gelijke strekking, kleine ondernemers vooral zouden hier onder deze wet lijden omdat ze 60% van hun opbrengsten zouden moeten inleveren of iets dergelijks. Nee. Kunt u misschien daar een beetje duidelijkheid in brengen? Dat is absoluut niet zo. Mm-hmm. De regeling van 60% geldt voor repatriëring. Mm-hmm. Wat gebeurt er? Wanneer bedrijven nu een exportvergunning krijgen, en dan heb ik het over de visbedrijven, ja, de houtbedrijven, de goudbedrijven, iedereen die hier werkt, in dit land werkt. Je werkt in dit land en mm-hmm. je hebt een vergunning gehad, je ja. produceert, je exporteert vis die van de totale gemeenschap is, van dit land is. Je exporteert hout dat van dit land is. Mm-hmm. Je exporteert goud dat van dit land is. Mm-hmm. Je bij de box, noem maar op. Mm-hmm. Alles dat je exporteert, je kan daartoe komen omdat het van dit land is. Dit yeah. land biedt jou dat aan. Mm-hmm. Wat gebeurt er? Mensen exporteren en laten al hun geld op de banken van het buitenland. Mm-hmm. Het land profiteert niet ervan. Mm-hmm. Wij hebben gezegd, je mag 40% op je rekening houden daar in het buitenland voor je vervangingsinvesteringen, voor alles dat je doet. Mm-hmm. Maar zorg ervoor dat 60% van de exportopbrengsten mm-hmm. terugvloeien naar de centrale bank. Zodat de centrale bank als bank, moederbank, mm-hmm. ook versterkt wordt. De positie van de centrale bank wordt versterkt. De monetaire reserve wordt versterkt. Mm-hmm. Eigenlijk het bestaan van het volk wordt versterkt, omdat de bank in staat zal zijn mm-hmm. Om de importbedrijven te voorzien van valuta. Ja. Dat alles krijgt dan een betere verloop. Mm-hmm. En vooral met het verbieden van cashtransacties in de economie krijg je een samenhangend geheel ja. waarbij je de positie van de centrale bank weer versterkt, zodat de centrale bank de positie krijgt die een centrale bank van een land moet hebben. Dat is waarom we dat hebben gezegd. Het is absoluut niet zo dat ondernemers mm-hmm. 60% van hun opbrengsten moeten inleveren. Dat is gewoonweg fake. Dat klopt niet. Nee, dat staat niet in de wet. Mm-hmm. De vraag was wel voor de kleine ondernemers van ik laat spullen halen, online bestellen, hoe ga ik doen met mm-hmm. mijn creditcard? U betaalt gewoon met uw creditcard mm-hmm. en u kunt uw creditcard laten aanzuiveren van wiege de algemene bank, van mm-hmm. waaruit u uw transacties doet, of vanuit de kant van de centrale bank, die mm-hmm. ook, waar u ook met uw stukken en dergelijke valuta kunt gaan betrekken. En dat is hoe dat systeem nu gaat werken. Dus u hoeft ook niet als kleine ondernemer valuta te gaan kopen mm-hmm. van illegale wisselaars of van de cambio tegen een koers van 15, 16 en 17. Ja. Omdat dat ook nadelen had voor u en heeft voor u. Want wanneer u valuta koopt voor een veel hogere koers, dan stijgt de prijs van uw product daarmee ook. Wel, ja. En dan verkoopt u ook minder uiteindelijk met mm-hmm. een hogere prijs. Maar wanneer u zich houdt aan de wet en uw valuta kan krijgen van de centrale bank, mm-hmm. dan heeft u een heel ander koers waarvoor het voor u verkocht is. De prijzen van uw producten gaan ook naar beneden en u krijgt veel meer klanten. U gaat veel meer kunnen verkopen. Dat is de redenering daarachter. In Guyana heb je een repatriëringsplicht van 100%. Je moet alles terughalen. Okay. In andere Caribische landen heb je ook een repatriëringsplicht van bijna 100%. Wij hebben gezegd, omdat het nieuw is voor ons, het is eigenlijk niet nieuw, vroeger was het ook zo, maar het is helemaal vrijgegeven, we gaan weer ermee beginnen, hebben we gezegd van oké, we beginnen met 60%. Stelt u zich voor dat u hier vist, in dit land. Het is toch van het volk? Ja. U heeft een vergunning gehad om te mogen vissen. U heeft een vergunning gehad om hout te mogen kappen. U exporteert. Mm-hmm. Maar u vindt van, u brengt de dollars niet hier. Van waar gaat de centrale bank haar dollars krijgen om uiteindelijk daarmee de importen te garanderen? Iedereen heeft zet nu een grote mond op van de importdekking is gedaald. Mm-hmm. En we gaan niet eens kunnen voorzien in een maand of weet ik veel, twee en importen. Mm-hmm. Maar niemand wil hieraan werken. Niemand wil aan de oorzaak van het probleem werken. Laten we daaraan werken. Laten we werken aan het feit dat datgene wat het land uitgaat, de waarde, dat terugkomt bij de centrale bank. Een deel tenminste daarvan dat redelijk is. Zodat de centrale bank ook voor het volk of aan het volk kan zeggen van ik heb genoeg valuta om te voorzien in de importen en om te voorzien in de behoeften van het volk. Maar wat men nu doet, dat kan ook niet. Dat is ook gewoon vreselijk. En natuurlijk zijn er bepaalde DNA-leden ook die in hun belangen gekwetst zijn, omdat ze ook exporteurs zijn en vreemde valuta rekeningen hebben in Miami.
toch? Dat weten we ook. Maar, mijn God, we zeggen niet breng alles. We zeggen van alles dat je van het land exporteert, breng 60% terug. Je krijgt de tegenwaarde daarvan terug hier. Mm. Om je bedrijfsvoering hier te continueren. En wanneer u moet doen aan vervangingsinvesteringen, haal het gewoon uit je buitenland met je valuta die je daar hebt achtergehouden. Eigenlijk valuta die aan het land toebehoort. Helder. Goed. Zijn er nog andere dingen die deze wet regelt, meneer Amsterdam? Ja, laten we beginnen met een paar zaken. U zit hier en voordat we waren begonnen, zei u van... hoe gaat het met het lichten van mijn valuta uit mijn bankrekening? Mm-hmm. U bent vrij daarin. Daar komt er daar komt er geen verandering. Als u een valutarekening op de bank hebt, of je hebt een valutarekening op de bank en u wil licht uw valuta, u bent vrij daarin. Okay, doet u dat met plezier? Ja. Okay. Twee, u stelde me ook van hoe staat het met de mensen die bijvoorbeeld in vreemde valuta verdienen. Mm-hmm. Als u in vreemde valuta verdient en uw bedrijf stort uw salaris in vreemde valuta op uw rekening, u mag uw vreemde valuta gaan lichten. Oké. Okay. Ook de vraag van... Krijg je dan vreemde valuta in hand? U krijgt vreemde valuta in uw hand. Oké. Okay. Toch? U krijgt vreemde valuta in uw hand. Geen enkel bank mag u een SRD uitkeren. U krijgt vreemde valuta in uw hand. De wet, wat dat betreft, komt de wet niet daaraan. Mm-hmm. Als tante X of Y via Western Union of een overmakingskantoor geld voor u stuurt, euro's of dollars. U krijgt hier uw euro's en uw dollars. Mm-hmm. Als u gewerkt heeft en uw pensioen wordt gestort in euro's of dollars, u krijgt uw pensioen in euro's of dollars. U mag het gewoon zo gaan lichten van de bank. De obligatie die Staatsolie heeft geplaatst, is toch via een bank gegaan. Mm-hmm. U bent toch niet met contanten bij de Staatsolie geweest. Yeah. U heeft het via de bank gedaan. Wanneer Staatsolie u gaat uitbetalen, gaat dat ook in US dollars gebeuren, omdat dat ook via de bank gaat. Daaraan komen we niet. De overeenkomsten die u gesloten heeft, die via de bank gaan, giraal gaan, toch, daaraan komt er ook geen wijziging. Die overeenkomsten blijven ook bestaan. Okay. Uw brandverzekering, uw levensverzekering, toch, komt ook niet in gevaar, omdat u via de bank betaalde en via de bank wordt uitgekeerd. Dus dat alles is safe. Laten wij u, ik wil u echt geruststellen van wat dat betreft, komt deze wet niet daaraan. U heeft een kind die in het buitenland studeert. U mag gerust uw dollars gaan kopen bij de centrale bank of bij de algemene bank. En u mag het giraal overmaken. U mag het zelfs via Western Union overmaken. Oh, mm-hmm. Als u op reis wil gaan... Hoe zou dat in de praktijk werken? Want we moeten dan bij de bank zijn om die valuta te kopen. En dan geef je het aan en dan krijg je het in handen. Ja. En dan mag je hem overmaken. Ga overmaken. Okay. Maar als de bank zegt van ik kan het ook giraal voor u overmaken. Wat is de rekening van uw kind daar in het buitenland? Mm. Toch? Want ze hebben allemaal een rekening daar. Mm. En dan kan het ook direct giraal worden overgemaakt. En we moedigen een ieder aan. Gaat u geen cash transacties doen. Mm-hmm. Doet u het gewoon giraal. Want dat is het beste. Dus daaraan komt er absoluut geen wijziging. U wilt op reis gaan en u heeft valuta nodig. U kunt dat gewoon gaan kopen. Mm-hmm. Er is geen beperking daarop. Okay. Als u vindt, u wilt in een 5-sterren hotel gaan logeren en u moet $2000 betalen per avond. U mag dan afhankelijk van uw budget uw US dollar kopen. Het is wat anders dat u bijvoorbeeld vanuit Suriname niet meer dan 10.000 US mag meenemen. Mm-hmm. Maar dat die regeling was al heel lang zo. Ja. Toch? Dus we raden iedereen aan van neemt u uw creditcard mee en gaat u naar het buitenland en doet u uw zaken met uw creditcard. Neem geen cash mee, omdat dat ook heel onveilig is. Okay. Toch? Dat is ook heel onveilig. Neem gewoon een beetje, maar doet u overal uw zaken met uw creditcard. In bepaalde Europese landen is het natuurlijk ook zo dat je dat je vanaf een bepaald bedrag niet meer in cash mag betalen. U bent verplicht om met uw creditcard te betalen. Dus dat zijn de zaken waarin er geen wijzigingen komen. U mag uw creditcard ook via uw bank of de bank aanzuiveren. Mm. Daarin komt er ook geen wijziging. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, als er iemand is die op reis gaat en een periode daarvoor begint te sparen, mag die... Want eigenlijk zou je het stukken nodig moeten hebben om dat aan te kunnen tonen. Maar als ik die stukken nog niet heb en gewoon sparen naar mijn reis toe, in dat geval, wat kan zo iemand doen?
Je kan, nog steeds moet je eigenlijk met je stukken naar de bank gaan, want de bank moet weten dat je op reis gaat. En op basis van die stukken mag je je valuta gaan kopen bij de banken, bij de centrale bank van Suriname. Okay. Dat mag nog altijd. Oké. Okay. Als u zegt, u komt uit Sofia's is, en ik neem aan dat u ook een voeling heeft gehad onder de mensen daar. Wat is het gevoel dat leeft in de samenleving ten aanzien van deze wet volgens u? Ik ga u zeggen, de afgelopen dagen sinds de goedkeuring van de wet heb ik letterlijk meer dan heb ik honderden apps, laat ik het zo zeggen, van mensen die niet eens mijn nummer hadden. Want bepaalde mensen hebben mijn nummer en mijn naam alles op Facebook geplaatst met fake news en dergelijke. Dank u wel dat u dat heeft gedaan, want er hebben heel veel burgers gereageerd en vragen gesteld. Ik ben ingegaan op de vragen en ik heb ze uitgelegd. En ze hebben me ook geappt hoe geweldig ze deze wet vinden. Okay. Omdat, ik ga u zeggen, de situatie die was ontstaan, was eentje die helemaal niet meer uit te houden was. Vooral niet voor de Mofinawangs. Mensen van mijn buurt en van het hele land hoor, hebben echt geleden onder de prijsstijgingen. Hebben echt geleden onder de, eigenlijk moet ik zeggen, onder de afpersing van bepaalde mensen wanneer ze hun huur zijn gaan betalen en wanneer ze hun auto zijn gaan aflossen. Van de ene op de andere dag bijna een verhoging van 1000, van 1500. Die zijn nu kunnen. Ze zijn allemaal heel positief gestemd. Het volk is positief gestemd. Deze wet is een wet voor het volk. En het is wet, een wet van het volk. Het volk heeft er baat bij. Het volk zal de voordelen ervan wel merken. Direct en ook op termijn. En het brengt heel veel ordening binnen het valutaverkeer. Heel veel. We hebben drastisch ingegrepen, maar we weten precies waar we hebben ingegrepen en waarom we daar hebben ingegrepen. En dat is belangrijk. We moeten het volk ook beschermen. Dat is eigenlijk dat is onze plicht om het volk te beschermen. Dat is waarvoor we volksvertegenwoordigers zijn. En dat is wat we hebben gedaan. En wanneer het gaat om overwegingen te maken tussen de belangen van een paar banken en dat van de cambiohouders en dat van het volk, dan ga ik u zeggen, het volksbelang, die komt altijd op nummer 1. Alle andere belangen staan eronder. Goed, deze wet is eigenlijk een beetje eentje die radicale verandering teweeg zou brengen. Zijn er nog andere wetten die u zo in zo'n categorie zou willen kunnen plaatsen? Voorbeelden? Tot nu toe niet. Nu toe niet. Dit brengt een hele ordening binnen het valutaverkeer. Eerder is wel gepoogd om binnen het valutaverkeer wat transparantie te brengen. Dat is ook gedaan in het kader van money laundering, van het witwassen, dat je dat toch nog wel strafbaar wil stellen. En wat dat betreft hebben we de afgelopen periode toch nog een aantal wetten in het parlement behandeld, goedgekeurd, ze zijn in werking. Maar deze wet brengt echt heel veel transparantie en heel veel ordening binnen het valutaverkeer. Oké. Een wet staat en valt met controle. Ik heb ergens gelezen dat er een sociaal orgaan komt. Hoe zou dit orgaan eruit zien? Ja, er komt daadwerkelijk een speciaal orgaan die speciaal belast zal worden met de handhaving van deze wet. Laat me hiermee dan verduidelijken dat de positie van de centrale bank als toezichthouder op de algemene banken, op de geldtransactiekantoren, absoluut daarmee niet wordt ondergraven, als ik het goed heb geformuleerd. We komen niet aan het toezichthoudend positie van de centrale bank. Ja. Wat we wel doen, is een orgaan vaststellen waarin de directeur van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, de directeur van het ministerie van Justitie en Politie, van de vicecommissie, van Bureau Nationale Veiligheid en van de centrale bank, zitting hebben. Dus zij hebben zitting in het bestuur van dat orgaan, want dat orgaan gaat ook werkarmen hebben. En vanuit dat orgaan zal ervoor gezorgd worden dat de handhaving van deze wet adequaat plaatsvindt. En zij gaan erop toezien dat er geen handelingen worden gepleegd die verboden zijn
bij deze wet. En dat vind ik heel belangrijk, want de centrale bank kan niet ook in het veld zijn om te controleren wie de illegale geldwisselaar yes, is. Yeah. De centrale bank kan ook niet in naar de winkels gaan en kijken van wie de juiste koers hanteert. Mm-hmm. De centrale bank kan ook niet gaan kijken of bijvoorbeeld men dit handhaaft wordt gehandhaafd. Mm-hmm. Dus daarom is dat orgaan, de orgaan gaat toezien dat de wet daadwerkelijk wordt gehandhaafd zoals die is goedgekeurd. Oké, okay, dan vanuit dit orgaan, kunt u ook misschien ingaan op, als ik het goed heb, mogen de cambio's in deze nieuwe situatie dus geen valuta meer verkopen? Ja, ze mogen niet meer verkopen aan het publiek. Mm-hmm. Ze mogen uitsluitend verkopen aan de centrale bank en aan niemand anders. Oké, okay, hoe zou het in de praktijk werken als vanuit die gemeenschap toch een cambio wordt opgemerkt die zich hieraan schuldig maakt? Is er een of andere manier waarop zo'n burger het zou kunnen melden? Absoluut. Kijk, dat orgaan heeft een vertegenwoordiging van de belangrijkste ministeries die daarop zou kunnen inspelen. Mm-hmm. En heeft werkarmen. En de orgaan kan altijd ECD en de politie, omdat Juspol erin zit, omdat mm-hmm. HINT erin zit, haar werk doen. En je hebt ook een veel beter gecoördineerd beleid mm-hmm. naar de handhaving van deze wet. Dus alle klachten kunnen gewoon gedeponeerd worden bij dat orgaan. Want dat orgaan heeft een bestuur, een directeur en natuurlijk ook haar werkarmen. Dus mensen kunnen gewoon naar dat orgaan bellen na de inwerkingtreding van de wet. Tenminste wanneer dat orgaan ook in place is. Ja. Gewoon bellen en hun klachten doorgeven. En dat is heel belangrijk. En dat is wat ik ook vind. Wanneer u... de verhuurder van een huis vindt van u moet me in US dollar betalen, mm-hmm. ik hou geen rekening met niemand yeah. en u heeft een probleem daarmee, dan kunt u gewoon bellen naar dat orgaan. En ik mag u verzekeren, als u toch nog uzelf onder druk laat plaatsen mm-hmm. en u gaat toch nog hier en daar om die, dan gaat die man u altijd onder druk plaatsen mm-hmm. en onderdrukken. En iedereen moet dat weerstaan. Mensen moeten weten dat ze hun klachten moeten doorgeven. Als een winkel dat doet, geeft u uw klachten door. Toch? Als een cambiohouder toch nog ergens verkoopt en u weet, ben daarvan op de hoogte, geef het door. Als er illegaal ergens wordt gewisseld, geef het door. Deze wet is ook eigenlijk gekomen. En dat wil ik ook zeggen. Mm-hmm. Omdat we aan het begin van het ontstaan van het probleem dachten dat de illegale geldwisselaars een heel vieze rol hierin speelden door de koers constant op te krikken. Ja. HI is in actie gekomen samen met Juspol in samenspraak met het Openbaar Ministerie. Bleek uiteindelijk dat de rechter hun vrijsprak en dat ze alles weer terugkregen en de acties niet eigenlijk het resultaat hadden opgeleverd die gewenst. Eigenlijk ja, die mm-hmm. gewenst was. Dus we hebben ook daarop ingespeeld. Nu mm-hmm. zou ik gewoon zeggen van doe het. Ja, doe het. Goed, even terugkomen op dat van de centrale bank. Zoals die centrale bank zal nu de wisselkoers gaan bepalen. Is dat normaal in globaal, in de wereld? Ja, overal in de wereld wordt de wisselkoers door de monetaire autoriteit bepaald. Mm-hmm. Nergens in de wereld wordt de wisselkoers bepaald door een cambiohouder of een kapitaalkrachtige of een bank. Stel je eens voor dat dat zou gebeuren, dan is de hek van de dam. Mm-hmm. Dat is de situatie waarnaar we weer willen gaan. Toch? Versterking van de positie van de centrale bank en de centrale bank weer de positie geven die zij verdient binnen de maatschappij, die zij verdient binnen dat geheel van valutaverkeer. Oké, okay. Goed. Dan wil ik dat u naar de afronding toe, dat u voor mij de kracht van deze wet vertelt in het Suriname. Dus de kracht van deze wet? Ja. Wat ik wil zeggen, een wet is een gevaarlijk belangrijke wet. Een wet is zorgen dat we een stukje transparantie hebben in het valutaverkeer. Een wet is zorgen dat de prijzen in de winkel kan zakken in termijn. Een wet is zorgen dat je niet mag doen een transactie naar vreemde valuta. Een wet is zorgen dat je niet kan knappen, drapen naar Albina naar een nieuwe keer voor wissel aan money. Dat is illegaal, je kies straffen. Een wet is zorgen dat je op een overeenkomst per een paar US dollar naar een euro contant, dat een overeenkomst moet zitten
in SRD. Een wet is zo goed dat het is maar in gebruik voor de natuurlijke hulpbronnen voor akondreja voor exporteer, dat 60% voor de exportopbrengsten moest draaien in akondre baka. En we moesten dit dat de maar is stort alle de valuta op de rekening in het buitenland en de buitenlanders ik geniet voor ammonia en sranama epina. No, 60% voor ammonie moest draaien baka naar een centrale bank voor Suriname, zodat een positie voor een centrale bank voor Suriname even sterk bakka, een monetaire reserve even sterk bakka en centrale bank van Suriname kan kiezen een positie sa ama be abi. A wet is sorgu dat we een stukje stabiliteit na een rust ekon tap a valuta markt. A wet is sorgu dat we allemaal a broko nomo na een wankoos en dat na a koos voor a bangi. No wansuma no mus consorio dat de ma e roko na een wantrakoos a sandat na strafbaar. A wet is sorgu dat a orgaan sa au kong au sorgu dat a wedja au de gehandhaafd. Want a orgaan a boonvoeru bevoegdheden. A orgaan no ek kon in a bevoegdheden voor a centrale bank, lek toezichthouder, a orgaan au jepi a centrale bank a mama bangi voedu a roko sa a centrale bank enomo no man kan do. Dus me actie ala densma voor hor usrefi na a wedja. Te wan sa nego boom, het gaat niet direct gebeuren, maar te asa nego boom, we bella orgaan en we dienu klachten. Te wan winkri even hoog wan prijs en a prijs neko overeen na a wisselkoers sa moes voor hanteer, we bel, we melden. Te wan verhuurder e potje onder druk voor pay a valuta, we bella orgaan, we melden. Te wan verkoper e potje onder druk voor pay a valuta, we bel a orgaan en we melden. We melden. Dat om doen. En we allemaal moeten zorgen dat Awedja slaag. Hoe zeg je dat? Het slagen van deze wet zal in het voordeel zijn van ons allemaal. En laten we met z'n allemaal ervoor zorgen dat de wet gehandhaafd wordt zoals die is goedgekeurd, bekrachtigd en afgekondigd. Duidelijk. Er is nog één laatste vraag. Is deze wet voldoende? Nog niet, maar we staan open voor wijzigingsvoorstellen. We luisteren naar een ieder, dus ik ga u zeggen, voor verbeteringen zijn we altijd open. Zijn er nog we weten wel dat er andere wetten nog moeten komen. Bijvoorbeeld als we kijken naar de National Risk Assessment, er ligt nog een wet bij de Nationale Assemblée op toezicht verzekeringsbedrijven. Okay. Die moeten we nog ook doen in het kader. Goed. Behalve wetgeving, zijn er nog andere maatregelen die misschien ondersteunend zullen werken naar deze wet toe? Ja, dus deze wet is niet direct bedoeld om de wisselkoers naar beneden te halen. Deze wet is bedoeld om het speculatiemotief eruit te halen. Maar deze wet is een onderdeel van een veel groter plaatje waarbij het ministerie, waarbij de regering nog met andere maatregelen moet komen. Bijvoorbeeld het in evenwicht brengen van je importen en exporten. Daarvoor zorgt ook deze wet hoor. Dat moet in balans worden gebracht. De fiscale tekorten van de regering moet worden verkleind en geminimaliseerd. En wanneer dat kan gewoon worden opgeheven. Dus dat zijn allemaal zaken waaraan ook gewerkt wordt. En nu hebben we ook COVID. En COVID heeft gezorgd voor een wereldrecessie. Alle landen gaan achteruit. Ja. U ziet, overal heb je nu een lockdown. En wat dat betreft gaat dat ook een negatieve impact hebben voor Suriname als een importerend land, als een importland. Dus deze wet is een must in samenhang met andere maatregelen vanuit de kant van de overheid om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk toch nog goed gaat. Goed, we zijn aan het eind gekomen van dit vraaggesprek met Amzat Abdul. We hebben gesproken over de wet die controleert het valutaverkeer en zeker ook transactiekantoren. We willen u hartelijk dank zeggen voor het willen kijken. Als u deze en andere aflevering wil nakijken, dan bent u terecht op onze social media kanalen. Dank u wel.